Dat is een droom, zeg maar, zo'n eilandje. Dat is echt geweldig. Gewoon om lekker in de natuur, lekker rustig. Goedemorgen, u bent. Een lange rij geïnteresseerden. De verkoop van de legakkers trekt veel aandacht van mogelijke kopers. Het is een veiling en richtprijzen, die zijn er niet. Tot hoe ver gaat u? Een dieptebod, denk ik. Nou, dat hangt van de grootte af, maar ik denk dat ik onder de 10 mil blijf. De veiling begint, maar komt moeilijk op gang. Iemand voor 1000 euro. Het zijn dan ook niet onomstreden stukken grond. Als eigenaar ben je verplicht tot veel onderhoud en dat kost veel geld. En ook het bestemmingsplan is nog niet rond. Ingehouden enthousiasme is dus gepast. Misschien eens een keer met een stoeltje erop zitten en het bootje aanleggen. Dat zijn eigenlijk de enige plannen ermee. En 3000 hier vooraan, nieuwe bieden. Toch komt er vaart in de veiling. 38 van de 44 legakkers gaan over de toonbank. Prijzen lopen uiteen van 1000 euro tot maar liefst 50.000 euro. 5.000. Met de vinger? Mevrouw was eerst? Mevrouw was het eerst. En terwijl een volle zaal doorbiedt, volgt Charlotte Smit de veiling vanuit een andere zaal. Ze zet zich in voor de natuur in Vinkeveen en vindt het een grote fout nu de legakkers in particulier bezit komen. Ze willen daar eigenlijk liefst blijven, kunnen blijven slapen. En daar zijn wij erg tegen, want dat legt een grote druk op het gebied. En dat betekent een minder mooi landschap en ook minder kansen voor de natuur. Deelnemers snappen het bezwaar van de natuurorganisatie, maar de legakkers zijn volgens de kopers bij hen in goede handen. Je moet het verkopen om het te behouden. En uiteindelijk zijn de liefhebbers, die houden het gebied echt wel in stand. Dat zijn een soort vrijwilligers.